Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. We zijn nu onderweg om een vogeltje op te halen. Het vogeltje is uit het nestje gevallen. Dit is Merel, we hebben Merel opgehaald en die gaan we naar de vogelopvang brengen. Dan gaan ze hem denk ik met de hand voeden, het is nog een jongen heen. En dan kan die weer de natuur in als die groot en sterk genoeg is. We zijn nu onderweg om een hond op te halen. Het is gewoon een vervoersrit. We gaan met hem naar de dierenarts en dan wordt hij nagekeken. De hond heette Igor. Ze had last van ontstoken melkklieren. Daarom voelde ze zich wat ziek en wou de eigenaar naar de dierenarts. Ze mogen volgende week weer op controle en ze heeft voor nu medicijnen mee. Ik wil Stichting Dierenlot even bedanken voor het delen van een video van ons. Toch weer een extra stukje support. Deze vogel is gevonden in Oosterwolde. We hebben hem opgehaald en naar de opvang gebracht in Ureterp. De kleurplaat die jullie hier nu zien, die heeft het meisje gemaakt die hem gevonden heeft voor de vogel. Deze kat is gevonden door mensen in hun voortuin. De kat heeft een toeval gehad en die hebben ons gebeld. Wij zijn ermee naar de dierenarts gegaan en we hebben hem helaas moeten in laten slapen. Het was beter voor het beestje. Rody. Lekker bezig. Er worden wel twee dode katten vandaag opgehaald. Dus daar zijn we nu mee bezig om ze uit de vriezer te halen. Deze schoolekster hebben we opgehaald. Hij is uit het nest gevallen of zij. Samen met de broertjes en zusjes, die zijn helaas overleden. En we hebben deze nu naar de opvang gebracht voor herstel. Opgehaald. Ze heet Larel. Ze is weer terug bij de eigenaar en hopen dat ze niet weer wegloopt. Even wat anders. Eén melding hoop je nooit te krijgen als je bij de dierenambulance werkt. En dat is een telefoontje van je thuisfront dat je meteen naar huis moet komen omdat het slecht gaat met je eigen huisdier. Dit is gebeurd bij een collega van ons. En ik laat jullie het Facebook stukje even zien, die bij ons op de Facebookpagina staat, zodat jullie een beetje een duidelijk verhaal hebben. Dit is ook meteen het einde van de video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en jullie te vragen om te abonneren en dat blauwe duimpje omhoog te doen. Zodat wij meer bereik hebben en meer mensen ons kunnen vinden. Ik zie jullie volgende week weer. Dikke doei!